moet je achter mij kijken. Die prachtige schepen zijn vanochtend aangemeerd. Ja, je kan zeggen dat Rotterdam er opnieuw supergoed op staat. Heel de kade staat vol met mensen die gek zijn op schepen. En naast mij staat ook zo iemand, kan ik wel zeggen, toch? Ja, ik ben echt een liefhebber van cruises, van cruiseschepen. En ik hoorde vanmorgen jullie reportage. Ik denk, nou, ga even kijken naar de Rotterdam. Ik kom elke week, als er een boot ligt, kom ik fotograferen. Ik ben er ook emotioneel onder soms en dan geniet ik zo geweldig. Echt. Ik ga binnenkort stoppen met werken, na 50 jaar. En toen dacht ik, nou, dat is een mooie mijlpaal om iets leuks te doen. En ik denk, dit is het moment. Ik ga cruisen met mevrouw, met de MS Rotterdam. En we gaan naar de Noordse Fjorden. Het doet me gewoon wat. Bent u dan ook wel eens mee geweest? Helaas niet. Helaas niet. Nee. Maar ik zou het wel willen, hoor. Het is wel een wens. Ik zie je zo naar boven kijken. Wie is dat? Dat is mijn zus. Die gaan vandaag met mijn broer en mijn zwager en mijn schoonzus voor de tweede keer mee. Waar gaan ze heen? Ze gaan naar de Oostzee, naar Sint-Petersburg als eindbestemming. Onze dochter loopt haar eindstage. Die is voor 5,5 maand aan boord. En zij weet dus nu niet dat we meegaan. Het is een verrassing. Een verrassing, ja. Ja, klopt. Wat maakt cruisen zo leuk? Wat maakt het zo leuk? Iedere dag een andere stad, andere haven. Iedere keer nieuwe mensen ontmoeten. Heerlijk eten aan boord. En gewoon lekker genieten. Voor veel mensen is dit een van de meest irritante dingen, het wachten voor een open brug. In Rotterdam hebben ze daar wel iets heel tofs voor bedacht. Jiske, de bedenker, vertel. Je ziet het achter je al een beetje. Ja, tof hè? Ja, we hebben dit gerealiseerd. Daniel D. heeft dit gedicht geschreven. Dat heb ik met Stichting Zoek naar Schittering gedaan. En gelukkig zijn er heel veel mensen die het mooi vinden. Wat vind je ervan? Ja, ik vind het wel mooi. Het is wel, als je dan hier stilstaat, dan heb je in ieder geval iets om naar te kijken, zeg maar. Ja, ik vind het prachtig mooi, dit gedicht, ja. Ja? Ik heb een beetje gelezen, maar echt mooi. Hoe ben jij op dit idee gekomen? Stond je zelf voor de brug te wachten en dat je je helemaal dood verveelde? Nee, dat niet precies. Ik was niet de eerste met het idee. Daniel D. als stadsdichter had het idee al. Een andere dichter, Frans Vogel, had het idee al. Maar ik wilde het echt verder brengen. En dat is gelukt. Samen met Daniel gaan we nu verder. Het was een vrij complex project, zou je wel kunnen zeggen, toch? Precies, ja. Had te maken met het feit dat we natuurlijk met een brug te maken hebben die open ging. Mensen die niet meer over de brug heen konden gaan, dus hij moest worden afgesloten. Je ziet het natuurlijk niet vaak. We vonden het sowieso een eer om hier ook voor gevraagd te worden. Dus voor ons eigenlijk geen twijfel om hier aan deel te nemen. Het is de bedoeling dat we de hele route, zal ik maar zeggen, over de Delfshavense Schie, van Parkhaven tot de Hoge Brug gaan doen. De volgende brug is de Parkhavenbrug. En de dichter die daarop komt, wordt aanstaande vrijdag tijdens de onthulling bekendgemaakt. Koningsdag in Rotterdam is altijd goed voor iets bijzonders, zo ook op het Kralingse Bosfestival. Ja, en dit was het hoogtepunt. Kapellenaar Harvey Schouten, die mocht crowdsurfen met rolstoel tijdens het optreden van Band Delict. In oktober ongeveer heb ik mijn kruisbanden gescheurd. Dus ik ben 3 weken geleden ben ik eraan geopereerd. Maar uiteindelijk kon ik toch niet laten en ben ik gewoon lekker in mijn rolstoel. Toch nog hier naartoe gegaan. Begin van onze show al werd hij al door zijn maten omhoog getild. En dat duurde zo'n 3 minuten. En toen na ons laatste nummer, bijna Rotterdam, en dan komen we meestal nog een keer op om nog een nummer te doen, zei ik al tegen Immanuel en tegen die gasten, ja, ik wil in die gastenrolstoel. Ik was even lachen. Ik was wel een beetje bang omdat mijn knie nog niet helemaal super is, maar het is allemaal goed afgelopen. Goeiedag. Er is helaas nog geen periode van warm lenteweer in zicht, maar de komende dagen zien er toch best wel aardig uit. Later in de week, dan wordt het echt een heel stuk kouder. Dinsdag hebben we te maken met veel bewolking, het blijft overal droog. Vooral in de middag komt de zon dan vaker tevoorschijn. En bij een matige noordenwind loopt de temperatuur 's middags op naar ongeveer 15 graden. Dit was Kijk op Rijnmond. Voor meer nieuws kun je terecht op rijnmond.nl of in de gratis Rijnmond-app. Tot morgen!